de heer Mark Rutte heeft het voorstel gedaan om mevrouw Annemarie Jortsma als verkenner aan te wijzen. En de D66 heeft het voorstel gedaan om mevrouw Kajsa Ollongren ook als verkenner aan te wijzen. Vandaag heeft mevrouw Ariep gesproken met alle beoogde fractievoorzitters van de 17 partijen die, waarvan het nu lijkt dat ze allemaal de Tweede Kamer zullen gaan betreden. Het is overigens nog niet helemaal zeker of het er precies 17 zullen zijn, dus dat is nog wel zo'n dingetje waar we straks ook rekening mee moeten houden. En naar aanleiding van die gesprekken heeft ze ons gevraagd om een korte verkenning uit te voeren met het oog ook op het debat wat op 31 maart in de Tweede Kamer plaats zal vinden. En zoals we het nu voor ons zien, zullen we morgen na de ministerraad, waar ik nog even naartoe ga, ons werk gaan voorbereiden. Wij verwachten dat we vanaf maandag de gesprekken met de beoogd fractievoorzitters kunnen gaan beginnen. En afhankelijk van hoe dat loopt, zullen we daarna de planning aanpassen. De voorzitter van de Tweede Kamer heeft ons gevraagd om in ieder geval op 30 maart ons verslag uit te brengen.